afgelopen dagen ben ik heel veel hier in de ski- en snowboardhal geweest. En het viel me op dat er ook een fitnessruimte is. Nou dacht ik natuurlijk meteen, fitnessruimte, is dat dan bedoeld voor mensen die zich voorbereiden op een skivakantie of op een wintersport? En Wout, die weet daar meer van? Ja, nee, het is heel belangrijk om het voor te bereiden. Okay. Je gebruikt altijd met skiën spieren die je nog nooit gebruikt hebt. Dus als je bewegingen van rechts naar links maakt, is het belangrijk dat je dus al die spieren, billen en bovenbenen traint. En dat kan je op de volgende manier doen. Oh. Ga even zitten tegen de stang. Meteen aan de gang, jongens. Oké. Okay. Ja, zakken. Thuis kun je dit meedoen, hè? 90 graden van de knie. Knie boven de enkel. Ja. 3 keer 30 seconden. En dan elke dag 2 of 3 keertjes. 3 keer 30 seconden, oké. Okay. Zo te doen. Oh, nou, zo te doen. Ja, zullen we dit samen doen? Ja, is goed. Even een soort van challenge gaan we ervan maken, jongens. Okay. Zakken. Ja. En dan tel ik, ja? 30 seconden. Handen langs je lichaam, hè? Oh, handen langs je lichaam, rechte rug, ja, 90 graden. Graden. Wij gaan nog even door, jongens. Succes thuis. Jij telt? Ja, ik tel. Tel maar.